Het ministerie van Openbare Werken verwacht in november voorstellen van investeerders die de brug over de quarantainrivier willen bouwen. Dit liet Kees Boender, adviseur op het departement, gisteren optekenen tijdens een persconferentie over de stand van zaken rond de bouw van deze brug. De bouw zal samen met de Guyanese overheid geschieden in private-public partnership. De adviseur zegt dat er een keuze gemaakt zal worden als de voorstellen binnen zijn met een kijk op de prijzen. Bijna 3 maanden verder, dan gaat er een contract komen, hopen we. En dan gaat het zeg maar 3 jaar duren in de bouw. Dus laten we zeggen, als we dat contract in het begin volgend jaar krijgen, laten we zeggen februari, zo rond februari, ja, dan is er een moment van contractgunning. En dan gaat die aannemer preparaties of voorbereidingen treffen. En dan kan je mobilisatie en dat soort dingen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat het bedrijf dat geselecteerd wordt de bouw van de brug zelf zal moeten financieren. Intussen kijkt zijn ministerie ook naar andere financiële mogelijkheden. Om te kijken of ze de prijs verder kunnen doen. Op dit moment staat het risico volledig voor zo'n bedrijf en die gaan ze risico's ook niet. Maar hiermee hebben we wel een goed beeld van alle risico's. Die zijn zoveel als mogelijk meegenomen. Kijk, ik moet ook wat zeggen hoor. Op dit moment hebben we nog geen besluit genomen over de tarieven voor tol. We zijn uitgegaan van gangbare zaken. Maar ook daar kunnen we eventueel mee gaan spelen voor de financiering van de brug. Maar je hebt het gezien, het financiert niet die hele brug in de tijd. Dus dat zijn nog besluiten die genomen moeten worden. Er is ook een ander aspect wat we nu nog niet hebben meegenomen. Dat was wel gevraagd, dat is de ontwikkeling van het Lange Eiland tot een free zone. Dat is iets dat we ook in de aanbieding willen gaan zetten hierna, waarmee we geld terug kunnen verdienen. Dan hoeven we misschien niet 25 jaar af te lossen het bedrijf, maar misschien in 10 jaar. Dat is het traject hierna. Voor de studies die tot nu toe zijn uitgevoerd voor de brug over de quarantainrivier, heeft Suriname alle kosten gedekt. Minister Noor Mohammed zegt dat de afspraak was dat de tarieven voor alle andere zaken gemeenschappelijk worden gedekt.